Yo mensen, dit is Gian. Welkom bij alweer een nieuw commentaar. Vandaag mijn tweede commentaar. Dit keer heb ik het over Black Ops 2 Elite. Want je ziet nu al in beeld staan Call of Duty Elite. Ja, want er is net een video gereleased over informatie over Black Ops 2 Elite. Er zullen namelijk in seasons, dus seizoenen, zullen dus waarschijnlijk 4 DLC's zijn. Elk seizoen een nieuwe. En de DLC is al waarschijnlijk $50. Dus misschien €50. Misschien niet. Misschien is het €40. Dat weet ik niet. Maar er komt in ieder geval Elite. Nou, we gaan eerst verder met het eerste plaatje. Er zijn nog twee verdere plaatjes wat ik wil laten zien aan jullie. Wat mij is opgevallen uit dit filmpje. Namelijk de Black Ops 2, Morph 3 en Black Ops. Je kan dus gewoon de games comparen met elkaar. Dus wat kan je verbeteren? Dus hoe speel jij per spel? Ben jij goed geworden? Ben je beter in Morph 3, beter in Black Ops, beter in Black Ops 2? Zo te zien in dit plaatje is die gast beter in Morph 3. Kan je ook zien als KD. In het midden staat er een SPW. SPM. Ik zou niet weten waar dat voor staat. Weet jullie misschien? Laat het even achter in een reactie. Dan weet ik dat meteen weer. Nou, dan gaan we verder met het laatste en interessantste plaatje. Wat mij is opgevallen, namelijk zombies. Er zijn vier dingen waar ik het over ga hebben. Namelijk de Regen komt terug. Dat kun je zien. Beste weapon staat Regen. Waar ik het ook over wil gaan hebben is Survival Farm. Eerst de mode. Het is Survival. Dat is gewoon de classic waar je ook speelt bij Black Ops. Gewoon per round. Maar de naam Farm. Die map die wij elke keer hebben gezien in de trailers is niet Farm. Waarschijnlijk. Want dat is Dinner. En er zullen twee maps tot nu toe zijn, namelijk Dinner en Farm. Dus Farm zullen we misschien nog verder zien, een keer met zombies. Ik hoop dat het een andere map is. Misschien is het wel die map, maar dan een soort van plekje in die map. Dan wil ik het ook hebben over dat het, je kan gewoon zien zombies, want het is op de multiplayer engine gemaakt, waardoor je tier mode hebt, en dat is eigenlijk al gereleased. Dan wil ik, ja, dat vertel ik meteen, je hebt tier mode op zombies. Dus je kan gewoon je games terugkijken. Ik denk dat het een beetje gaat falen, dat tier mode. Omdat, ja, mensen willen graag high rounds halen. Als je bijvoorbeeld iemand bent die graag 100, round 150 haalt, dan kun je waarschijnlijk tier mode gewoon uitzetten. Maar heb je het niet uitgezet, ben je gewoon genaaid. Want tier haalt gewoon iets, prestaties van je PlayStation, Xbox, PC weg. Waardoor je dus kansrijk dat je RAM van je ding te vol is. En dat je dus kans hebt dat je round 3 setup, wat veel mensen dus hebben gehad. Nou, tier is dan ook wel leuk. Dan kan je weer grappige momenten uit de zombie match halen. Nou, dat was het eigenlijk zo'n beetje wat ik wilde vertellen. Het was een beetje uitgelopen op de zombies helaas, sorry. Maar zijn jullie helemaal blij dat de regen weer terugkomt? Laat het achter in de reactie en als like. En dan zie ik jullie bij de volgende commentary. GR is out.